Imposter, let's go! Sick! Let's go! We're all gonna die! We're all gonna die! Oké, deze hier. Hallo! Hey, kies faken, jongens. Oh ja, kies ook faken. Ik heb een zwart scherm. Dus ben ik de enige Heb jij dat ook? Ja, nee, dat... Ja, denk het wel. Wacht, ik heb ook een zwart scherm. Ik begeleid je wel, Siri. Dit is een double kill bounty weapon. Een voorloper. Nee, lukt het, Siri? Ja, ja, en dan nu naar rechts. Nu naar rechts. Andere rechts niet. What's happening? Ryan, laten we doodgaan, Ryan. Doodgaan? Dood. Ik liever gewoon dit zo doen. Dit zo. Oh, kut. Oh, dat dacht ik al. Amaudi hier. Wacht, praat eens. Hallo. Ja, ik hoor je. Dat hoor je ja, dat kun je aanzetten in Krueling. Dus als je nu praat vanuit de vent, dan hoor je. Hé, hey, ik ben een fan. God, nee. Ja, ja, echt. Dus je moet gewoon... Oké, blijf stil. Ik lok mensen hier naartoe, oké? Okay? Blijf stil. En als ik er hier ben, doe dan een Batman stem, weet ik veel. Oké, en dan kill ze dan, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Wacht hier. Help! Misschien heb je die ook. Stop. Oh. Links. Links. Wacht, Bintje, kom even samen met me mee. Siri, wacht hier heel even. Bintje, kom even mee. Oh, ik heb iets laten vallen, man. Siri. Ik heb echt iets laten vallen. Dat is super kut. Kijk dat? Dan loop je gewoon langs zo'n rioolput en dan vallen je sleutels erin. Oh, super nee. Kut, man. Hoor je mijn sleutels? Binte, wat doe jij hier? Binte, wat doe jij hier? Hé, verdomme. Oké, okay, volgende... Hoeveel... Okay, wacht, je moet even de cooldown... ga even in de boomkamer staan. Even de cooldown fixen. Hey, dat kan ook. Ja. Godver, ben ik mijn sleutels nog steeds... Oh, hey, Siri. Yo, what up, Rudy? Bintje zei tegen me van... Ja, Rudy, doe jij dat maar. Ik heb hier geen zin in. Ja, dus je moet naar links... Okay. Naar links? Ja. Jongens, Bintje is dood! Ja. Links. Ja. Links, ja. Gewoon links inhouden. Hey Puk. Links. Gewoon, je kan hem inhouden een stukje. Ja. En stop. Stop. Oké. Nu. Oh, what the fuck? Oh. Is hier iets? Nee, hier liggen mijn sleutel. Puk, hier is niks, gast. Hier is helemaal niks aan de hand. Hier is niks aan de hand. Oké, naar onder. Terug in je vent. Wow. Naar onder. Ja. Iets naar rechts. Stik hier naar rechts. Ja, naar S. Gewoon S. Oh, nee, iets meer naar links. Oh, hey Ryan. S inhouden. Waar kom je vanaf? Ja, van weapons? Oké, S inhouden. We zijn nu bij Garbage Shoot in O2. Iets naar rechts. Iets naar rechts? Ja. Oké, okay, naar onder. Nee, joh, je meent het. Oh, wat? Oh, oké. Oh, dit is gek. Oké. Ik kan wel de outline zien van wie er praat in de ding. Ja. Dat is het enige. Dus ja, dat is wel vet. Oh, jezus. Puk is dood. Kut, ik had hem... Oh, ik wist zeker dat hij het niet was. Echt jammer. Oké. Zijn er zijn twee imposters ingesteld, toch? Ja, Puk was ook de enige die mij kon clear. Godverdomme. Oh. Wow. Dus ik ben de hele tijd met Puk geweest en ik heb hem achtergelaten bij Rudy en Siri. Puk lag in Electrical. En ik was met... Bintje is ook dood? Ik was eerst met Kenzie Vites aan het checken. Bint was dood, admin gecheckt. Toen liep ik naar Electrical, want daar was 5 man. Toen ging ik daarheen en toen lag Puk daar dood. Dus Puk is heel recent dood gegaan. De enige die ik nog hoorde toen ik bij Puk's lichaam stond, ik hoorde Shanna praten daar zo. Ja, ik was de hele ronde met Puk. Toen moest ik naar Murder Shed om fuel te doen. En toen is Puk met Siri en Rudy meegegaan naar links. Nee, Puk is niet echt meegegaan. Want Ryan en ik zijn nu nog met Siri. Maar Siri ziet überhaupt niks. Nee, mijn scherm is helemaal zwaar. We moeten haar guiden. Wat waren Kenzie en Atlees aan het doen dan? Wij waren met z'n tweeën fights aan het checken en toen zagen we dat Bint dood was. Yep. Oké, 100% kan Siri niet zijn, want ze is de hele tijd gewoon begeleid. Ik denk dat Shanna... Ik denk dat het Rudy en Siri zijn. Nee, dat kan niet. Ik kan op een gegeven moment scherm niet zien, Shanna. Als je mijn stream kijkt, je ziet het alles zwart. Wow, meta. Dit wil ik wel zien. Meta. Maar oké, jij hoorde Shanna dus bij de body, of wat? Ik hoorde haar praten toen ik daarnaast stond. Wat zei ze? Ik stond bij die fuel. Ik was fuel aan het doen. Ik was daar linksboven. Waar lag de body precies nou? Daar heb ik helemaal niet gezien, want daar liep ik langs als ik naar Electrical ging. Ik ben in Murder Shed die shit vullen. Ik heb rechts al gedaan. Ik sta nu linksboven. Ik weet het niet. Shanna. We moeten voten. En als ik hem had gekillt, waarom zou ik daar blijven? Rudy en Siri hebben mijn Murder Shed in zien gaan voor omdat die tas. Omdat je hem net hebt gekillt. Het was een hele recente kill. Dus dat kan dat je hem net stem er maar uit, maar hou even in je hoofd dat ik het niet ben. Dus dat er ik heb geen hoofd. Zijn. Dan zijn er nog twee, zeg maar. Ja, er zijn nog twee. Ik heb geskipt. Ja, Rudy, gaan we weer zo doen. Ik wilde een woord zeggen, maar dat mag niet. Dit is Rudy. Penis. Penis? Wat? Je wilde een woord zeggen, maar die mocht. Ja, penis. Oh. Oké, Siri. Oh, nee, niet mijn telefoon. Nee. Siri?
Hoor je mij? Hoor je mij? Hallo? Siri? Hoor je mij? Ze hoort me niet. Hallo? Ze hoort je? Oh, ze hoort me wel. Oké. Okay. Maar waarom hoor ik Siri dan niet? Oké, okay, naar rechts. Naar rechts. Ze hoort me niet. Naar Loppen! Rechts. Ah! Wat is dit nou weer? Sorry jongens. Het was gewoon meer even een resetje, omdat we net iemand uit hebben gestemd. Oh, het was ook gewoon oprecht goed. Ik kon mensen niet meer horen. Goed bezig dan. Dat is gewoon even een ik was daar helemaal niemand mee bezig trouwens. Goed dat je hebt gebutten. Nee, niemand. Dus daarom nee. Dacht ik van, hey, wacht eens even. Want opeens, want ik liep met Ryan door Specimen en wij wilden door Specimen. En hij liep gewoon in één keer door. What the fuck, Ryan? Nee, ik dacht je task had. Nou, jij zei van, kill me niet. Dus toen zei ik, is goed. Toen liep ik gewoon door. Ik zei, als je me killt, maak ik je dood. Ja, toen zei ik, dan kill ik je niet. Dus ik loop gewoon door. Hey, mag ik even, hoor je me nu wel? Ja, ik wel. Ja, zeker. Hoor je mij? Jazeker. Okay, ik hoorde jou net niet, Siri. Aan je mond, Rudy. Nee, maar oprecht, ik probeerde je net te sturen weer. Maar hoorde je mij praten net? Ik had gewoon op een nieuw knopje gedrukt. Oké. Daarom dacht ik dat het kapot was, maar... Oké. Ja, ik zat op je te wachten om je te sturen, maar oké. Oké, je mag me zo wel sturen. Oké, I'll lead the way. Maar goed, goed dat je gebuttend hebt. Er is geen kill gemaakt, geen sabotage gekald, dus ik denk dat het goed was. Nee. Ik had een kroonje van haar geklikt. Goed gedaan. Siri, ik ben trots op je. Nou, dan skippen we toch? Lekker skippen. Ja. Maar Ryan, ik heb vanaf nu een officiële hekel aan jou. Ik mag je gewoon niet. Gewoon volledig. Gewoon. Oh, dit is pijn, man. Ik dacht eindelijk gewoon vrienden te hebben, Siri. Je moet wel even skippen. Ja, ik probeer, ik kan niks zien. Ik ben wild aan het klikken links onder in mijn scherm. Is het gelukt? Oh, Siri, waarom heb je mij gevoot? What the fuck, Siri? Oh, oké. Cool. Nou, lekker taakjes. Siri. Oké, links. Oh, Rudy, waarom zit je aan Siri? Links. Ik ben een blinde geleidehond. Kenji, wil je nog even zo'n goede trade doen? Ik heb misschien nog wat kabel van jou. Oké, S. Naar onder. Naar rechts. Ik geef je nog een extra gold erbij. Naar onder. Zoals laatst, links. Wacht even. Begeleid eerst hier even ook in de onder. Prachtige huisje en zo. Ja, nou, spatiebal. Dat is opgeblazen, dus dat telt niet meer. Nee, is hij opgeblazen? Ja. Yep. Oh, hallo. Slide. Oké, Siri, spatiebalken on R. Spatiebalken on R? Wat gebeurt er? Ja, R. Nou, shit, ik ben gestuurd! Yes! Let's go! What the fuck, Siri was imposter! Ik wist dat het was. Ik had mijn vermoedens dat Siri het was toen er maar twee man dood waren. En dat waren Ryan's en Kills. Hey broeders, blijf klikken op die like-knop als jullie meer Among Us video's willen zien. Laat ook een toffe comment achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Volg me ook op twitch.tv/Rudy, want ik stream deze game ook live. En dan zie ik jullie hopelijk morgen in een nieuwe aflevering van Among Us.